Nadat een wedstrijd tussen VV Uno uit Hoofddorp en het Haarlemse Geel-Wit ontaart in een vechtpartij, gooit de grensrechter zich in het gevecht. Hij slaat de 24-jarige keeper van Uno bewusteloos. Die blijft lang liggen voordat hij wordt afgevoerd per ambulance. De verdachte is een 34-jarige Haarlemmer en hij voetbalt bij Geel-Wit. Hij is aangehouden door de politie. De club reageert geschrokken. Ja, aangeslagen. Ook van wat is er gebeurd. Dus, en ook zoiets van, zulke mensen met dit gedrag horen niet bij de club. Als eerste hebben wij excuus aan Uno aangeboden voor het gedrag. Dat is gisteren afgerond per mail gebeurd. We willen ook weer in contact met de keeper zelf. De KNVB zal daar hier een uitspraak over doen, maar dat zullen we volgen. De speler van Geel-Wit is geschorst. Hem hangt een rooiering boven het hoofd. Hij zit nu nog in de politiecel en van de week gaat er ook een gesprek plaatsvinden. En we moeten natuurlijk ook als bestuur het hele verhaal horen wat er nou gebeurd is. Maar dit gedrag kunnen we niet accepteren en dat willen we ook helemaal niet.